Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Een krachtig drukgebied zorgt in Nederland en ook in de landen om ons heen voor rustig en droog weer. Vanochtend kan er nog wat nevel of mist voorkomen, maar die lost al spoedig op en dan schijnt de rest van de dag de zon flink. Er kan ook wat hoge sluierbewolking overdrijven, maar de zon schijnt daar over het algemeen goed doorheen. Het wordt 11 graden in het noorden tot 15 graden maar liefst in het zuidoosten van het land. En dan waait een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vanavond gaat de wind afnemen, wordt zwak of matig en de temperatuur daalt weer. Halverwege de avond is het een graad of 6. Komende nacht gaat het lokaal licht vriezen. Morgen begint de dag dus koud, maar in de middag is de temperatuur weer ruim in de dubbele cijfers geklommen. Het wordt dan 12 tot 15 graden met volop zonneschijn en een matige zuidoostenwind. Ook na het weekeinde blijft het rustig. Een behoorlijk zonnig en zacht voorjaarsweer, bijna. De middagtemperatuur gaat geleidelijk aan nog verder omhoog. En op woensdag kan het zelfs 18 graden worden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.